keldercomplex heen. In het Grene, een buitenwijk van in Duitsland, onthult een verlaten NAVO-basis uit 1968. Een cruciaal stuk Koude Oorlogsgeschiedenis, onder Belgisch beheer, diende deze plek als basis voor Nike-raketten met Amerikaanse kerkkoppen. Nu, na jaren van verwaarlozing, blijft de trein een spookachtige herinnering aan een tijdperk dat zijn stempel drukte op het imposante Duitse platteland. Het is een groot trein. Kijk daar naar de boven. Ja. Mooie locatie. Wow, hier gebeuren andere dingen. Opslag of zo. Vrij recent. Verhouten. Ja. Een houthandelaar. Ja. Hier nog wat te zien? Dan heb je een hele grote, wat is dat? Ietsje? Een zend, ja, een soort mast. Een soort kleptoren, denk ik. Ja, dan hadden ze overzicht over het hele trein. Ongelooflijk, moet je het mos hier zien. Ja. Kijk, het mos groeit hier gewoon op de grond. Hier rijden ze dan zo de voertuigen overheen en dan konden ze hier onderaan werken. Ik kwam net tot de ontdekking dat ze hier ook smeerkelders hebben. Ja. Ik kijk en er zit een spin in, dus die is gewoon helemaal verkalkt. Ja. Nog een paar oude bankjes met meterkast, stoppenkast. Zo. Oké, nu komen we in een grote barak aan, denk ik. Zijn het ware druppels of is het?
heel mooi complex. Het heeft ook wel wat. Jammer dat de ramen eruit missen allemaal. Je hebt een toilet. Houten motief. Ja. Ja, echt een super groot terrein dit. Nou. Ik denk ook dat de meeste van dit soort gebouwen wel hetzelfde zijn. Een keldercomplex zeker. Ja. Ja. Ik denk dat dat heel ver doorgaat. Ja, gaat helemaal het gebouw door, denk ik. Nee. Shelter, niet Lucy, cap 40, cap 50 personen. Dus hier kan er 50 personen in zitten. Ja. Groeide planten zelfs. Zo, hier stil in één keer. Ja. Wat zou dit dan zijn geweest? Kantoren, denk ik. Ja, dit zijn duidelijk kantoren geweest. Ventilatoren. Frisse lucht. Nou, laten we dan ook maar naar boven gaan. Dan heb je het buitenterrein. Gaan we weer naar beneden. We gaan nog even een andere barak checken. Er staat inderdaad een boom midden op die toren inderdaad. Ja.
ga nu op zoek naar de bioscoop. Wij denken zelf dat dat in dat gebouw zit. Maar dat is nog maar even de vraag natuurlijk. Hier naar links gaat, dan kom je in de bioscoop. Waar ze dan het leger uitlegde hoe ze, nou ja, hun doelwit moesten aanvallen. Zo, ja. Dat is wel heel mooi hoor. Heel mooi, dit nog nooit gezien zo in een verlaten locatie. Moet je kijken dan. Wat denk je wat ze hier deden? Films kijken of theater. Ja. Maar denk je niet dat ze hier gewoon dingen bespreken van hoe het moet? En... Het is gewoon voor het vermaak van de soldaten. Wauw. Denk je die kant een beetje verschijnen? Heel mooi. Prachtig. Nou, welkom op theater. Dat was het de backscene of de ja, kelder. Kleedkamer voor artiesten denk ik. Ja. Ja, hier is ook wel soeps. Ja, twee kamers. Ik wel. Hé? Hoe zit je glas en lood? Ja. Hier konden ze dan zich klaarmaken en dan gingen ze gewoon het theater op. Dit? Nooduitgang. Ja. We gaan het barhuis bekijken. Barhuis? Ik vind vooral de boel wat... dit is super hoor. Nou ja, dat is de bioscoop zeker, dat grote lange. Dat gebouw. Nou mensen, we hebben ook bijna het hele complex gehad. Gaan hier naar even kijken. Dit is de keuken denk ik geweest. Ja, oh ja, natuurlijk. Afzuigkappen. Grote installaties. Zo. Zie je wel met de bar. Ja. Ja, mooie houten bar. Aan
bijzonder, we hebben aan kettings. Ja, zeg wel bijzonder. Mooie lichte ruimte. Sorry. Hier komen we achter de bar. Gaan we voorop. Ondergrondse bar. Ja. Oude koelings. Oude koelings. Ja. Ah, oh, een kegelbaan. Ja, denk ik ook. Ja, dan kon je kegels zo rollen en dan zaten daar de... Of de ballen, en ik zat er daar de kegels. Mooi ijzeren mortuur erin. En dit is die hele grote ondergrondse kelder. Nou, ook heel mooi om te gezien te hebben, een hele grote kelder. Met een bowlingbaan. Wat doe je net u? Nee. Oh, alles staat onder water. Ja. Wauw. Ja. Echt nog ouderwets. Koolstofdioxide. Temperatuur. Het zal wel van die ketel zijn. Nou, ook een hele mooie ruimte hoor.
denken zelfs dat hier mensen zitten. Mensen moeten hier nu weg. Dit is een hond.